Goedenavond, we zijn weer in de raadzaal van de gemeente Drimmelen voor een rubriek van Omroep Drimmelen, Drimmelen Politiek. Het college van BMW heeft een aantal vragen aan de raadsleden gesteld. En uh, de eerste vraag, hoe denkt de lijst Harry Bakker over participatie, want dat was eigenlijk de eerste vraag hè? Ja, dat klopt. Ja. Zou je daar iets over kunnen toelichten? Ja, natuurlijk kan ik dat. Lijst Bakker is een grote voorstander van participatie. Tenzij, want het is een blijft maatwerk. Participeren. Ja. Niet alle onderwerpen zijn ervoor geschikt, maar zeker als het geschikt ervoor is, vind ik dat en vind ik en ook de lijst Harry Bakker dat participatie mogelijk moet zijn. Het is nog nieuw, dus we zijn ook zoekende, maar we zijn al heel erg goed op weg, denk ik, in Drimmelen. Um, want uh, we zijn uh, zelfs nu ook bezig uh, met de werkgroep uh, vernieuwing lokale democratie. Alleen dan is het jammer dat vanavond dit onderwerp al speelt. Het is eigenlijk iets te vroeg, want we zijn nog druk in uh, discussie. En 28 februari is er nog een uh, meeting met de werkgroep. waarin dit onderwerp ook nog een keer aan de orde ja. komt. Uh, even duidelijk maken, want we hebben het over participatie. Ja. Kun je dat nou in Jip en Jan de uitleggen? Wat is nou precies participatie? Ja, participatie is dat je de inwoners. Maatschappelijke organisaties, uh, de betrokken partijen uit de gemeente bij elkaar brengen voor de politiek op een bepaald onderwerp. Zodat iedereen eigenlijk mee kan praten, mee kan doen als, als je belang hebt bij een onderwerp of als je er iets van te vindt. Ja, en nou dus heb ik eigenlijk in, meedenken. Ja, dan nou heb ik in de raadstukken gelezen dat er ook wel een aantal struikelblokken zijn, ja. een aantal beren op de weg. Uh, maar welke beren op de weg ga je nou als Harry Bakker aan de gang, om, als lijst Harry Bakker aan de gang, om dat juist te tackelen? Nou, participatie is een heel proces. We zijn daar al druk mee bezig. Hè. Samen Rimmel is, is daar een onderdeel ook van geweest. We hebben al wat projecten gedaan en wel geoefend al eigenlijk. Maar je moet dus naar de burger toe, naar de inwoners toe. En dat is een nieuwe beweging ook vanuit uh, de Raad. We moeten meer uh, zichtbaar zijn in, uh, in de wijken, in onze dorpen, in onze kernen, uh, maar ook de ambtenaren. Dus uh, dat is een heel, nieuw, een heel nieuw ontwikkelproces wat we nu ingaan, wat nu ook uh, versneld gaat worden door ook de Haagse politiek, die ja. dringt. Ja. Dus het is eigenlijk om meer in contact te komen met bewoners, kijken of we samen met hen naar betere uh, oplossingen kunnen komen. Ja, en dan heb je een wensenlijstje, ongetwijfeld. Ja. Wat staat er dan bovenaan je wensenlijstje? Uh, inclusie. Dat iedereen mee kan doen. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Dus mensen, alle mensen en uh, organisaties in onze gemeente moeten kunnen meedoen. En hoe bereik je dan al die mensen? Want ik heb gelezen: er zijn honderden mensen die reageren. Mm -hmm. Dan heb je een aantal mensen die, die ja. zakken dat dieper op in. Nou, uiteindelijk doen er maar zeven mee. Ja. Dat is nu nou de kunst. Dat wordt ook de grote uitdaging om iedereen te bereiken die in ieder geval een woordje mee wil spreken. Niet iedereen heeft daar behoefte aan. Hè? Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar wel dat we een grotere groep uh, zwijgende mensen, dat we die ook aan het praten krijgen eigenlijk. Want dat is eigenlijk belangrijk om te horen wat leeft er nu in, uh, in de gemeente mm -hmm. en wat zouden we uh, nog kunnen verbeteren. Want daar gaat het eigenlijk om. Ja. En heb, wil je dan kaders meegeven aan het college ja, van het BMW is... waar ze op moeten gaan letten? Ja, dat is de taak van de raad, hè? Kaders meegeven. Ja. En. Uh, ja, ja, daarom vraag ik daar ook naar. Nou, ja. <laughs> dat gaan we zeker ja. doen. Maar dat is weer afhankelijk van het onderwerp. Kijk, uh, het ene onderwerp is bijvoorbeeld heel erg gevoelig. Daar liggen andere kaders aan ten grondslag dan bijvoorbeeld een speeltuintje. Ik noem maar. Het kan heel, dat kan ook heel gevoelig liggen, maar. Ieder onderwerp moet je toch apart aftasten van wat is hier belangrijk en wat moeten we meegeven als raad. Ja, ja, ik krijg een centje dat onze spreektijd bijna op is. Okay. Dus ik wil eigenlijk ja toch maar even stoppen met dit gesprek en je heel hartelijk danken voor ja. de inbreng tot nu toe. Ik denk dat het een heel belangrijk proces is, waarbij de inspraak van de Raad ja. van belang is voor het uiteindelijk ontwikkelen van beleid. En ja, laten we hopen dat dat goed komt en dat je wenslijstje uit gaat komen. Ja, nou, dat vooral onze inwoners en al onze mensen zich ook laten horen wat ja, ze willen, dat ja. is belangrijk. Dus, even in de camera. Als ja. je iets wil bereiken, ja. laat je horen. Laat en je zoek contact horen. met de politieke ja. partij. Laat je stem horen. Heel goed, Dankjewel. dank je wel. Dank je Dag Peter. De tweede gesprekspartner van deze avond is Peter van Gurp van de Partij van de Arbeid. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, zoals je weet hebben we het over participatie. Jullie gaan het daar waarschijnlijk de hele avond nog over hebben. Um, hoe denkt de PvdA nou over, die, over dat ruime begrip van participatie? Wat wil jij nou aan het college van BMW als politieke partij meegeven? Nou, dat is best wel wat. Want ja, participatie is eigenlijk een beetje een containerbegrip. Maar wat ja. participatie vooral. Vinden wij, is of zou moeten zijn, is uh, samenwerken. Samenwerken tussen gemeente in dit geval en uh, burgers of andere belanghebbenden van bijvoorbeeld een plan, of in een wijk of een dorp. Dus dat is denk ik wat voor ons heel erg belangrijk is. Dat ja? participatie niet alleen een woord is, maar dat het vooral gaat over samenwerken en betrekken. En welke dingen wil je dan met name zichtbaar zien worden? Nou, wat ik heel erg fijn zou vinden is. Want de gemeente Drimmelen, en dat is ook in de informatieronde wel naar voren gekomen. We doen al best wel aan participatie. Ja, verschillende, uh, verschillende trajecten hebben al gelopen. Uh, maar wat wij vooral belangrijk zouden vinden. is dat uh, inwoners vooral aan de voorkant betrokken worden. En aan de voorkant, wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat zal ik uitleggen. Uh, stel je hebt een plan. Ja? Even, even als voorbeeld: je hebt een plan. Dan kun je natuurlijk zeggen als gemeente, nou dan gaan we aan participatie doen. Dat is hartstikke goed. Maar wat je ook nog zou kunnen doen, en dat is wat ik bedoel met aan de voorkant, is dat je zegt van nou we hebben een plan en dat is een, een aantal inwoners bij betrokken van een wijk. En dan gaan we van tevoren met die inwoners zitten en dan gaan we met die inwoners bepalen hoe we die participatie, participatie dan vorm gaan geven. In plaats van als gemeente zeggen we gaan het zo doen. En moet ik er dan zien dat je zegt van we hebben een aantal stappen. We gaan deze stappen zetten. En die stappen die zetten we in een bepaalde tijd ja. om dat en dat te bereiken? Is dat de weg die je wil gaan lopen? Ja. Zeker, zeker. En zeker samen ook met de inwoners. Want kijk, wij kunnen hier wel zeggen: van, nou, we, we doen het, uh, we houden een enquête en dan hebben we gedaan aan participatie. Maar misschien verwachten de inwoners wel heel iets anders. Vandaar dat ik zeg: eerst aan de voorkant met elkaar gaan zitten. Van hoe gaan we, gaan we die participatie vormgeven? En natuurlijk. Is dat een beetje afhankelijk van het plan? Dus elke keer, dan zeggen wij ook: participatie is eigenlijk maatwerk. Soms heb je een klein dingetje, nou dan kun je het best af met een enquête of, of een gesprekje. En soms is er een heel traject nodig. Ja, en soms heb je wel twintig trajecten nodig, omdat ja. de doelgroep op twintig manieren verschillend kan. Ja, klopt. Klopt. Dus het hangt een beetje af van de grootte van het project, van de impact, van. van ja, er zijn heel veel factoren en daarom zeggen wij ook, wat zei ik net ook al, het is maatwerk en het ja. blijft maatwerk. Wat zijn dan de grootste beren op de weg? Uh, nou, de grootste beren op de weg zijn denk ik uh, dat in de toekomst, hè, want er komt een nieuwe participatieverordening. Ja. En wat daar heel erg belangrijk in is, is dat we als gemeente ook de inwoners gaan uitdagen om zelf met initiatieven te komen. Dus je kan het van twee kanten afzien. Je kan zeggen, we gaan als gemeente iets doen. En we nodigen de inwoners uit voor participatie. Ja. Of de inwoners hebben zelf een idee en zeggen tegen de gemeente... hé, we hebben een idee... Kunnen jullie daarin participeren? Dus het is, het is twee kanten op. Eén is top-down en de andere ja. is bottom-up. Ja, dus op, op het moment dat het van de onderkant ja. naar boven komt en, je ja. gaat, en mensen uit Drimmelen gaan zien dat dat daadwerkelijk ook vorm wordt gegeven, ja. en dat is nieuw. dan lijkt mij dat dat enorm motiverend werkt. Ja, en dat is nieuw. Dat is nieuw aan de participatiewet. Dus uh, ja, moeilijk Engelse term, Ride-to-Challenge. Right of met andere woorden, wij moeten eigenlijk als gemeente de inwoners gaan uitdagen. Om zelf met ideeën te komen in plaats van, dan wij zeggen, nu is, het, nu is het bijna juni, we gaan met een plan starten. Dus verkapt is dit eigenlijk een oproep aan iedereen die dit ziet, kom van je stoel en praat ja. mee. Ja, klopt. En daar zijn ook wel wat dingen voor nodig natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld een lange termijn planning. We hebben nu bijvoorbeeld de dorpsvisies, onlangs die van lage zwaar, die wordt bijna vastgesteld, loopt nu. Nou, dat is een mooi document waarin inwoners kunnen zien van nou, dat is een beetje lange termijn planning voor ons dorp. En als we nou over een x aantal maanden of, of jaren iets gaan doen, dan kunnen we er vast over nadenken. En dan kunnen we naar de gemeente toe. En dan krijg je dus die andere kant, ja. die andere werking van participatie. En, en dat zou heel mooi zijn. Hoe zorg je er dan voor dat je kunt voldoen aan het verwachtingspatroon wat inwoners van dit proces hebben? Ja, dat is denk ik een klein beetje... Uh, Leren, denk ik. Ja, voor... we, we hebben ook te maken met hele, kriti hele kritische inwoners. Hè? Ja. Want ik bedoel, als ik door Drumlo loop en ik leg mijn ogen goed te luisteren, ja. dan hoor je die kritiek ook wel op een aantal punten. Ja, 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 ja. ja, we scoren goed, maar er is natuurlijk ook veel kritiek, of nog wel, nog wel steeds kritiek. En ik denk dat het ook een kwestie is van de lange adem een stapje voor stapje. De mensen meenemen. Ja. Uh, want je kan niet van de een op de andere dag zeggen, we gaan het helemaal anders doen. Nee. Zo, zo werkt het gewoon. Ja, niet. Dat snap ik. En wat staat er dan bovenaan je wensenlijstje? Ja, die, die, uh, die, die participatie vanuit de inwoners uh, vormgeven. Dus echt uit, vanuit, vanuit de mensen zelf? Ja, ja. en er is een ja. lange termijn planning voor nodig, maar er zijn ook nog andere zaken voor nodig wellicht in de toekomst. Bijvoorbeeld en... budget. Ja, ja alles Zodan... draait om geld. Ja, zodat mensen zelf ook dingen kunnen oppakken en dat daar budget voor is. Ja. En uh, Ondersteuning. hoe kun je er dan voor zorgen dat je ook met name de jongeren aanspreekt? Want ik, ik lees in de stukken dat heel veel jongeren in eerste instantie wel reageren, maar dat het als een trechter uiteindelijk eindigt op zes, zeven mensen die structureel mee blijven denken. Hoe ga je die groep vergroten? Nou ja, je zal sowieso moeten kijken van welke kanalen ga je allemaal inzetten. Hè? Want bij jongeren is dat vrij specifiek, blijkbaar. Ja. Ik heb zelf ook een paar tieners en uh, ja. ja. Die kan ik ook moeilijk bereiken, zeg maar, ondanks dat ik in hetzelfde huis woon. Dus dat is echt wel een apart dingetje. Dus ja. ook de manier waarop je de inwoners gaat benaderen, betrekken, daar zal ook goed naar gekeken moeten worden. Ja. Nou, dan wens ik je nu vooral voor deze avond heel veel succes om het college van BNW de juiste adviezen mee te geven. Gaan best doen. En wij blijven in de toekomst dit hele proces met heel veel belangstelling volgen. Dankjewel. Dankjewel. Beste kijkers, dit was weer de Politiek. We zien jullie graag een volgende keer.